Hey guys. Het is misschien een beetje... Het kan misschien een beetje een vage podcast worden dit, maar... Het is een van de dingen waar ik de laatste week veel over nadenk. Je hebt twee of drie podcasts geleden heb je me wel gehoord over de Nipsey Hussle, die vermoord is. Op een of andere manier, het houdt me gewoon bezig. En volgens mij in die podcast had ik het er natuurlijk ook over dat hij in zijn eigen buurt is vermoord. En deze week krijg ik zelf veel signs, veel tekenen dat het best wel gevaarlijk kan zijn om te blijven hangen in de omgeving waar je in bent. Misschien niet bent opgegroeid, maar in bent gegroeid. En dan bedoel ik niet levensgevaarlijk als in, want weet je, Nederland is natuurlijk een compleet ander land en dat is allemaal niet te vergelijken. En op dat level bedoel ik het niet. Maar ik bedoel dan meer voor ons als mensen die willen groeien. En jij wil groeien, anders zou je niet naar deze podcast luisteren. Ik wil ook groeien. En wat ik zeg, ik heb een aantal signs gekregen deze week bijna van dat het kan de omgeving zijn die je ook heeft geholpen om groter te worden. En om te groeien, die je ook weer kan beperken en ook wil dat je op je huidige level blijft hangen. Ze noemen het ook wel de crabs in the bucket. Je zit met twee krabben zit je in een emmer. En jij is krab, je wil eruit. Je hebt zoiets van, oké, ik ben wel klaar, ik wil naar het volgende level. Maar die andere krab, die trek je weer naar beneden. En zo blijf je beide op hetzelfde level zitten. De kans is best wel aanwezig dat we niet zien dat onze omgeving ons op ons level houdt. En dat we te veel waarde misschien wel hechten aan onze omgeving. En dat kan zijn je vrienden, dat kan zijn je familie, dat kan zijn je klanten, het kan zijn je personeel, het kan zijn je buren, het kan van alles nog wat zijn. Maar dat we te veel waarde aan hun hechten, in ieder geval aan wat zij van ons verwachten. Hoeveel mensen, dit is real talk man, hoeveel mensen verwachten meer van jou? En hoeveel mensen verwachten dat je hetzelfde blijft? Hoeveel mensen zien meer in jou, misschien wel meer in jou dan je zelf ziet? En hoeveel mensen zien jouw flaws, jouw tekortkomingen? Ik heb een x-aantal mensen om me heen die in mij een grotere versie van mij zien. En weten dat ik daar naartoe kan, zeg maar. En ook zien hoe ik daar naartoe moet gaan. Ik heb natuurlijk ook heel veel mensen om me heen die zien mijn tekortkomingen. En mijn flaws. En dat is waar ze op focussen. En ik denk dat bij jou hetzelfde is. Ik denk dat iedereen mensen om me heen hebben die hun tekortkomingen zien. En dat is niet lullig bedoeld, maar ik weet dat veel mensen ook die naar deze podcast luisteren. Misschien heb jij het ook wel. Dat je misschien wel bijna niemand om je heen hebt die in jou een grotere versie ziet. En weet dat je tot veel meer in staat bent. En ook dat daadwerkelijk ziet. Want heb je dat echt? Heb je die mensen om je heen? Nou, dat hele verhaal met die Nipsey Hussle. Ja, die gast die is groots. Weet je, die is echt groots. Maar wat hij deed, hij bleef in de oude buurt hangen. En de mensen daar in die oude buurt. Dus een gedeelte die is trots op hem. Maar ook een groot gedeelte die is met hem opgegroeid. En die hadden dezelfde conditions. Dus die hadden dezelfde opvoeding, dezelfde buurt. Weet je, ze zijn allemaal met niks begonnen. En veel van hun hebben nog steeds niks. En hij is succesvol geworden. Wat denk je dat de mensen die nog steeds niks hebben, hoe zij naar hem kijken? Een gedeelte trots, maar een heel groot gedeelte ook met boosheid. En oké, het is hem wel gelukt. En de makkelijkste manier dan is om hem naar beneden te halen. En dat is in dit geval ook gewoon natuurlijk gebeurd, letterlijk en figuurlijk. En voor ons is dat ook zo. Weet je, ik gok dat jij in jouw omgeving degene bent die het meeste bezig is met persoonlijke ontwikkeling. Jij bent het meeste bezig om naar een volgend level te komen. En om los te breken van alle bullshit en alle beperkingen. En jij weet dat er veel meer in jou zit. Jij weet dat gewoon. Anders zou je hier niet naar luisteren. Ik weet zeker dat je dat weet. En een groot gedeelte van jouw omgeving, die is daar niet mee bezig. En die vinden het wel fijn als jij gewoon op je level blijft. Weet je, want dat is comfortabel. Het is voor mensen om ons heen is het oncomfortabel als wij groeien. Als we naar de next level gaan en als we succesvoller worden en beter worden en onszelf opnieuw uitvinden en naar een volgend level gaan. Weet je, voor mensen om ons heen is dat een grote threat, een grote bedreiging. Dat is al voor mensen die zeg maar niet willen ontwikkelen. Dat is zeg maar hoeveel mensen. Dan heb je ook nog een level daarboven eigenlijk. En dat level daarboven zijn mensen die ook willen ontwikkelen. En het is wel een spannend gedeelte eigenlijk. Een spannend level eigenlijk. Dus eigenlijk van de mensen die niet willen ontwikkelen, kun je heel makkelijk identificeren van oké, ja, dat is hoe ze zijn. En kun je ook wel begrijpen. En daar hoef je ook niet bozig over te zijn of negatief over te zijn of wat dan ook. Dat is gewoon hoe het is. Veel mensen zijn niet woke. Die zijn niet wakker. Die zijn niet
Weet je, die leiden gewoon hun leven en die zijn er ook prima mee. En misschien zijn ze wel gelukkiger dan jij en ik. Weet je, kan ook prima, hè? Dus ik oordeel daar niet over. Althans, probeer ik niet over te oordelen. Dus dat is zeg maar het normale level. Dat is zeg maar hoe heel veel mensen zijn. Dan heb je inderdaad nog een level van mensen die wel wat van hun leven willen maken. Maar bij wie het niet helemaal goed lukt. Die veel destructief gedrag vertonen en die bij wie het misschien ook nooit gaat lukken. En die lui zijn best wel gevaarlijk om je heen te hebben. Want ze zijn wel op een bepaalde manier connected met je groei. Maar ergens kan het ook maar zo zijn dat ze niet willen dat je naar het volgende level gaat. Die laag waar ik het net over had, ja, die is er eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Met dat je naar het volgende level wil gaan, dan heb je een laag erboven. Mensen die ook willen groeien, maar bij wie het niet gaat lukken. Ja, die eigenlijk, als je echt close met hun bent, ze doen cool, ze zijn cool. Als je hem hulp vraagt, zullen ze je wel helpen. Maar zij zien niet in jou die grotere versie. Om die lui om je heen te houden is ook best wel tricky. Het is eigenlijk best wel tricky. Want die lui die vallen minder op. Want ze zijn wel bezig met persoonlijke ontwikkelingen, met groei. Maar diep van binnen zijn ze gewoon met zichzelf bezig. Dat is een beetje wat het is. En ik ken veel mensen met dit profiel. Die primair met hunzelf bezig zijn. Ook zeg maar dat projecteren op jou. Dus als iemand primair met zichzelf bezig is. En we zijn natuurlijk allemaal met onszelf bezig. Ik ben ook met mezelf bezig. Ik noem het, je hebt een etentje met zo iemand. Ze gaan je niet voeden. Ze gaan je niet voeden. Ze trekken je misschien leeg. Of ze willen je op hetzelfde level houden. Wat je moet willen is dat je hier vatbaar voor bent. Dat je hier wakker voor bent. Dat je weet van oké, de mensen die in principe met wie ik wel kan connecten. Maar eigenlijk diep van binnen dat ze willen is dat jij op jezelfde level blijft. Want jij bent een bedreiging voor hun. Voor die onderste laag ben je geen bedreiging. Ben je gewoon een beetje gek. Voor deze laag ben je misschien een bedreiging. Want je kunt hun en je zult hun ook ontgroeien. Ik vind dit zo fascinerend over het leven. Ik heb een tijd geleden een video opgenomen over Fresco. En die video, daar heeft hij was in 24 uur met Theo Maassen. En had hij het over zijn vriendin. En hij zei, mijn vriendin waardeert dat ik een moeilijke denker ben en dat is bevrijdend. En op basis daarvan had ik een YouTube-videootje gemaakt. Waarin ik zeg van, er zijn drie levels van mensen. Dus mensen die je willen veranderen. Dus die zien jij, je bent creatief, je bent ondernemend, je wil dat van maken. En die mensen willen je veranderen. Oké, nou dat gaat natuurlijk nooit werken. En dat is ook heel, heel kort. Het zullen geen lange relaties zijn, want dat is gewoon geen connectie met jou. En dan heb je het tweede level van mensen dat je accepteert of tolereert. En ik denk dat veel van ons te veel van dit soort mensen om ons heen hebben. Dit zijn de mensen die accepteren of tolereren dat je een beetje gek bent. Of dat je heel creatief bent. Of steeds nieuwe ideeën hebt. Of dat je dan linksom gaat en dan rechtsom gaat. Of dat je te veel energie hebt. Of af en toe goed voelt en dan weer slecht voelt. En whatever. Weet je, dat je gewoon echt. Maar dat je ook briljante ideeën hebt. En, maar wat zij doen, ze kijken naar jou en denken, ah ja, weet je, hij of zij is gewoon zo. Hij is gewoon een beetje gek. En we accepteren hem wel voor wie hij is. Weet je, het is gewoon wel prima. En, maar wat ze eigenlijk doen, is ze erkennen gewoon dat je niet deugt. Dat is wat ze erkennen. Maar dat zij zo goed zijn om wel, zeg maar, dat te accepteren. En dit zijn gevaarlijke mensen. Dit zijn echt gevaarlijke mensen. Want deze mensen zullen je structureel, bewust of onbewust een gevoel geven dat er iets niet aan jou deugt, maar dat zij goed genoeg zijn om jou te tolereren of te accepteren. Dan heb je het derde level. En dit is het level met mensen met wie je moet willen zijn. Dit zijn mensen die je waarderen. Het onderste level is mensen die je willen veranderen. Nou, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Het middelste level is het gevaarlijkste level, vind ik. Dat zijn de mensen die je tolereren en accepteren. En dan het derde level is het level met wie je moet zijn. En dat zijn de mensen die je waardeert. En natuurlijk andersom geldt het ook. Dat jij ook voor de mensen bent. Of mensen ook waardeert. Weet je, dat is het level waarop je wil spelen. Het tweede level is een gevaarlijk level. Maar zo zijn dat er te veel met mensen zijn die, nou, dat hele acceptatielevel, maar ook het liefste zouden willen dat we op ons huidige level blijven. Denk nou maar eens bij na. Stel je voor dat jij ongelooflijk through the roof gaat. Je gaat gewoon, je leven gaat compleet anders zijn. Je gaat echt doen wie je hoort te zijn. Alles gaat voor je veranderen. Dus alles gaat gewoon compleet door het dak. Je wordt gewoon een ander mens. Weet je? Je wordt gewoon de allerbeste versie van jezelf. Op gebied van gezondheid, op sociaal vlak, op gebied van relaties, op financieel vlak, op gebied van zakelijk vlak. Alles gaat door het dak. Weet je? Je wordt ineens, weet ik veel, Barack Obama, Mother Teresa, who knows, wie je ook maar wordt. Mensen om je heen
zouden die dat fantastisch vinden en zouden die dagelijks daar dankbaar voor zijn dat je die persoon bent? Of zouden die mensen met een schuin oog daarnaar kijken en denken, maar ik weet hoe die echt is. Of ik weet hoe zij echt is. Of ik ken hem misschien beter dan de andere mensen, wat dan ook. Dus wat ik in het begin van deze podcast zei, dat kan een klein beetje een vage podcast worden. Misschien denken we, heeft die gast het over? Misschien denken we, damn man, ik snap dit helemaal. Ik denk dat we super waakzaam moeten zijn voor omgevingen. En wat dat met ons doet. Zit je in een omgeving van mensen? Of sowieso in een omgeving? Kan ook een fysieke omgeving zijn. Of heb je een businessmodel? Of weet je, heb je het zo geregeld dat je kunt gaan shinen? Dat je gewoon lekker gewoon door het dak kunt gaan? Is het daarop ingericht? Of is het ingericht op het maintainen? Hetzelfde blijven eigenlijk. En gewoon steeds hetzelfde. Want dat is wat de mensen om ons heen willen. Veel mensen om ons heen willen we eigenlijk dat hetzelfde blijven. En dat we niet door het dak gaan. En niet exploderen. En wat je moet willen, als je dit profiel hebt, hè, als je dit wil, dan zul je hier waakzaam voor moeten zijn. En zul je hierover na moeten gaan denken. En zul je meer moeten gaan voelen. En zul je ook keuzes hierin moeten gaan maken. En uplevel is zo belangrijk, man. Dus echt dat je met betere mensen bent. En ja, de mensen die niet in jou een grotere versie zien en je ziet het zelf wel in jezelf. Stel jezelf de vraag, moet je consistent nog met hun zijn? Dus dat, man. Dat. En wees daar gewoon super, super waakzaam voor. En wees ervan bewust. En dit is diepe shit, weet je. Dit is niet iets wat makkelijk is. Maar wel iets wat gewoon super belangrijk is. Nou, anyway, je hoort het op de achtergrond. Family life is calling. En mensen, tot de volgende podcast. Hope this is interesting. Laat het me weten, man. Als dit met je resoneert, laat me even weten. Instagram, DM. Stuur me even een DM. Want dat vind ik vet. Dit is gewoon wel een topic wat interessant is natuurlijk. Waarvan ik wel ook wel tof vind om een beetje te voelen van oké, komt dit binnen, ja of nee? En als het complete onzin is, laat me ook weten. Dus cool, man. Hoop alles wel. Tot de volgende podcast. Doei, doei.